Excellent. Om deze uitroepen te horen hoeft u niet naar Frankrijk. Want hier en daar in ons land wordt jeu de boule ook gespeeld. Een spel tussen twee partijen van meestal vier man, die een aantal metalen kogels zo dicht mogelijk bij het palmhouten doelballetje moeten werpen. In Den Haag bestaat sedert 1958 de vereniging De Pioniers, die het spel geregeld beoefent. Eerst wordt het doelballetje dat een doorsnede heeft van 3,5 centimeter, minstens 5 en maximaal 10 meter het veld ingeworpen. Daarna tracht dezelfde speler een der metalen kogels in de buurt van het doelballetje te gooien. Ja. Vervolgens komt de andere partij aan bod, die moet proberen dichter bij het doel te komen dan de tegenstander. Als alle kogels in het veld zijn, wordt geteld hoeveel van één partij dichter bij het doel liggen dan de dichtstbijliggende bal van de tegenpartij. Een grote kunst is het om zo te werpen dat een kogel van de tegenpartij daardoor verder van het doel rolt. De 81-jarige Jan Kleine is er een grootmeester in. Velen geloven dat het jeu de boule balletje nu ook in ons land met veel kans aan het rollen is gebracht.